van dit duel houdt direct de promotie nog met één oog, kun je zeggen, in het zicht. Degene die als verliezer van het veld stapt, moet echt even pas op de plaats maken. Het is Pascu die het probeert. De inlopende Duivenstein had die bal ook wel willen ontvangen. De Spanjaard ging voor zijn eigen succes. Drie wijzigingen in de basis bij Almere, ook bij Eindhoven. Dat de laatste weken een paar tikken op de neus heeft gekregen. Van Dordrecht en van Willem II. En nu ook een tikje van Almere dat na een kwartier via Pascu op 0-1 komt. Hij probeert Hilterman te bereiken, dat lukt. Hilterman vindt dan nog de doelman op zijn weg, maar het geluk aan Spaanse zijde. In Almere kwam Almere ook op voorsprong, toen werd het heel snel 1-1. Hier ook bijna. Als Amen voor via Bakker de paal treft. Zit er niet mee deze week, ongelukkig in Tilburg. Bij een tegengoal betrokken en nu de 1-1 verhinderd door Bakker en de paal. Vrije trap van Smeet, redelijk ongevaarlijk. Brim terug van een schorsing, net als Rottier, de Canadees. Met een aardige actie, terugleggen is ook goed. Kukcu en Dahlhaus. Uiteindelijk beide met een redelijk ongevaarlijke poging. Twee keer op rij verliezen, het was niet eerder gebeurd. Onder de leiding van Penders bij Eindhoven. Kortom, het gaat niet zo goed. Maar het is eigenlijk ook voor het eerst sinds Penders de leiding heeft bij Eindhoven. Het zegt alles over hoe goed het eigenlijk gaat sinds zijn entree. Akuyobi, begin tweede helft. In het zijnet. Schot nu naast gekeken door Bertrams. Poging van Peña. Het is Almere dat in het openingskwartier van de tweede helft echt wel een aantal kansen krijgt. Het blijft 0-1. Het blijft niet 11 tegen 11. Want Brim krijgt hier geel. Want scheidsrechter Blank, er is niet zo heel veel aan de hand. Maar het is wel zijn tweede gele kaart. Hier houdt hij hem, als je het in de ogen van de scheidsrechter wilt uitleggen, een gevaarlijke aanval tegen. En dit was in de eerste helft, toen hij echt kieselhard doorging. Net terug voor een schorsing. En nu dus weer met rood van het veld. Met 10 man moet Eindhoven dan gaan proberen om een derde nederlaag op rij te verhinderen. Dahlhaus, aardig meegenomen. Hier zit wat in, Dahlhaus. Goed verdedigd. De laatste 10 wedstrijden van Almere City eindigde er 5 in 1-0 of 0-1. Blijft dus altijd lang spannend. Zo kun je het ook bekijken. Limbombe maakt bijna aan die spanning een einde. Schot zoeft over de kruising. Limbombe ingevallen net als Steyer Racing, die deze week zijn contract verlengde. Duivenstein, hier is Racing. Naast. Zo blijft het 0-1. Mag Eindhoven blijven hopen ook. Maar hoe lang nog? Duivenstein. Goed gecombineerd, Limbombe, Bertrams. Slechts één nederlaag in het eigen stadion dit seizoen voor Eindhoven tegen VVV. Kunnen verenigde krachten losmaken. Hier een kansje. Maar de bal, als je al op de arm is, binnen het strafschopgebied, zo luidt het oordeel van de arbitrage. Komt Bakker en Almere goed weg. Het is ook de laatste kans. Pastoor verslaat Penders. Almere wint met 1-0 van Eindhoven. En uitstekende zaken wat betreft plek 3.